Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. Kennen jullie dit volkslied? Is het Rusland? Goed, want daar gaat de aflevering van vandaag over. In dit park gaan we aan de mensen vragen wat zij over Rusland denken en over de Russen. Deze aflevering is in samenwerking gemaakt met Easy Russian. Zij hebben in Rusland gevraagd aan de mensen wat zij over Nederland en over de Nederlanders denken. Hun video komt morgen uit. De link kun je of hier of in de beschrijving vinden. In deze aflevering doen wij nog iets speciaals, namelijk we hebben vandaag een ondertitelingtest. Dus in plaats van de gebruikelijke 3 talen ondertiteling gaan wij alleen 1 taal doen. Als je de vertaling nodig hebt, dan kun je nu hier op CC klikken en dan krijg je de vertaling. Laat daarna in de opmerkingen weten wat je beter vindt. De oude versie of deze nieuwe versie. Laten we beginnen. Hey, als we Rusland zeggen, wat is het eerste wat naar boven komt bij jou? Poetin. Ja? Ja. Verder? Matryoshka. Mm-hmm. Misschien wel ballet. Aha. Winter. Aha. Napoleon. Ja. Onrust. Ja. Nu eigenlijk ook Navalny. Mm-hmm. Vergiftiging. Ja. Dat rode kasteel met die soort van... Dat staat in Moskou, toch? Ja. Met die mooie bollen op de punten. Daar denk ik eigenlijk als eerste aan. En aan Kau. Ja. Die koepels op de kerk. Ja. Ah, die. Daar. Okay. Groot land met een rijke historie, maar ook met haar pijnpunten, met wereldpolitiek. Eigenlijk vrij weinig. Ik denk dat heel veel mensen een mening hebben over iets zonder te veel kennis over te hebben. Dus ja, weet je kan het standaard zeggen Poetin en... dat hij op een paard zit met zijn blote bast, dat soort dingen. Ja, dat zijn leuke dingen op zich. Ja, niks mis mee. Poetin. Dat alles? Ja. Poetin. Ja? Poetin? Ja, eigenlijk allerlei standaard dingen die vaak in de media voorkomen. Poetin. Ja? Ja. Ja, eigenlijk wel. Poetin. Ja, daar denk ik als eerste aan. Ja, dat is gewoon het eerste dat naar boven komt, denk ik. Het is ook veel nieuws geweest, dus ik denk dat het wel het eerste is. Poetin. Ja. Ja. Omdat dat toch wel het meeste nieuws waar Rusland in voorkomt gaat over Poetin. Mm. Toch wel, denk ik. Ik denk ook niet dat Rusland 1 ding is, eerlijk gezegd. Ja, okay. Het is zo'n ontzettend groot land. En Nederland is gelukkig ook geen Mark Rutte. Dus, dus nee, dat klopt. Maar het is wel de eerste associatie die je hebt. Van daar komt het meest in het nieuws. En het is nou niet echt een vakantieland. Dus wat dat betreft, Omdat hij natuurlijk het meest in het nieuws is, denk ik. Als het gaat over het nieuws van Rusland. Mm-hmm. Ja. En wat heb je een mening over Rusland of iets in die richting? Of? Ik denk 1 mening over Rusland is lastig. Het is natuurlijk een heel groot land met heel verschillende mensen. Wat wij nu natuurlijk vaak in de nieuws zien is echt politiek. Ja. Maar Rusland is waarschijnlijk ook, heeft ongetwijfeld ook heel veel andere kanten. Dus 1 mening niet. Nee, ik weet er niet echt genoeg over om een goede mening over te vormen. Nee. Ik denk nee. We weten er heel weinig van. Een stad als Sint-Petersburg is natuurlijk beïnvloed door de westerse cultuur. Mm-hmm. Maar Moskou en oostelijk daarvan, daar weten we heel weinig van. Nou, als land heb ik daar geen mening over. Je kan natuurlijk allerlei meningen hebben over de politiek daar, over hoe het land is vormgegeven, over de samenleving, maar over Rusland op zichzelf, nee, dat is een bestaande entiteit, daar heb ik geen mening over. Nee, je moet niet zozeer je kan een mening vormen over een land, maar je moet altijd kijken van in welke context moet je het gaan plaatsen. De mening over Rusland vormen op sportgebied is iets heel anders dan bijvoorbeeld op militair gebied, of op mediagebied, of op politiek gebied. En ik vind het een beetje te snel door de bocht gaan als je te kort door de bocht gaan als je ze over één kamp gaat scheren. Nou ja, ik denk wel dat een heel veel andere mensen natuurlijk angstig laat voelen. Het is denk ik verschrikkelijk wat daar gebeurt en dat de oppositie zo wordt onderdrukt en dat stemmen worden vervalst. En ook hoe machtig Rusland is op zoveel vlakken. Dus dat is wel iets wat... Zorgwekkend. Ja, absoluut.
Ja, dat is zeker wel zorgwekkend. En ook alles wat omtrent MH17. En ik denk niet dat de Russische bevolking per se slecht is door alle MH17. Het gaat om de macht die daar bovenop zit. Dus ja, okay. Ik geloof zeker dat het gewoon prima mensen zijn. Ik heb helemaal niks tegen hen. Ik denk eerder dat ze slachtoffer zijn van het beleid. Ja, dus ja, daar heb ik wel een mening over, zeg maar. Ja. Hoe denk je dat het leven daar is? Het is volgens mij wel gewoon een mooi land. En ja, het is heel groot natuurlijk, maar ik denk wel, zeg maar, streng. Het is denk ik moeilijk om daar veel geld te verdienen of om succesvol te zijn, zeg maar. Het is ook wel natuurlijk. Nou, ik beeld me in dat de sfeer heel gesloten is en dat het heel, dat ik me niet zo thuis zou voelen. Maar ik weet niet of dat zo is. En ik ken geen Russen. Daardoor, je hebt een hoop vooroordelen, maar ik heb het nooit zelf kunnen vaststellen. Ik denk dat het best wel, het verschilt heel erg per regio. Ik weet dat het is heel groot, het heeft heel veel regio's. Ook autonome regio's, geloof ik. Dus ik denk dat het qua cultuurverschil binnen het land ook erg verschilt. Als je in het oosten woont, is het heel ruig, heel erg op jezelf. En in de stad wat meer, denk ik, wat meer westers. Ну что, вам нравится пока видео? У нас есть еще очень важное сообщение для вас. Если вы хотите получить дополнительные материалы к этому видео, то обязательно станьте членом Easy Dutch. Таким образом вы будете поддерживать наш проект, чтобы мы смогли снимать больше видео для вас. Все ссылки в описании. Ben je wel eens geweest? Nee. Zou je willen? Moet ik over nadenken? Weet ik niet zeker. Ik denk dat het wel veel inzicht heeft om Rusland te verkennen. Maar tegelijkertijd is het ook weer niet het eerste land waarvan ik me denk van, dat voel ik misschien op mijn gemak als ik daar op vakantie in ga. Ja, ieder land trekt me aan. Ja, ik zou graag daar een keer heen gaan en zien hoe het daar is. Ja. Ik ben er niet zelf geweest. Ik ben nog wel een keer van plan om naar Sint-Petersburg te gaan, want dat schijnt een hele mooie stad te zijn. Maar het staat niet bovenaan mijn lijstje als je kijkt naar andere plaatsen in Europa. En ook qua weer bijvoorbeeld. Ik ben wel heel benieuwd naar het land. Ik zou wel graag naar Moskou willen. Lijkt me heel vet. Het lijkt me eigenlijk wel een vet land. Ik ben er nog nooit geweest eigenlijk. Maar het lijkt me eigenlijk wel vet om daar naartoe te gaan een keer. Ja, ik ben inderdaad in Petersburg geweest. Ja? Ja. Het is heel koud, maar wel erg mooi. Wat voel je daar op toen je daar was? Was er iets wat jou opviel? Dat vrouwen hele hoge hakken aan kunnen hebben en toch over ijs lopen. Het was echt goed glad en er hingen enorme ijspegels en zo. En dan lopen ze toch op enorme hoge hakken. Dat gaat je hier niet lukken. Okay. Nee, en verder dat het inderdaad buiten min 20 is en plus 30 binnen. Dat ik denk van dat hoeft ook niet. Het was binnen echt veel warmer dan ik verwachtte. Ja, buiten was het gewoon best koud. Ja. Ja. Dus dat viel me ook wel op. Ja. Ja. Was er dus iets waarvan je dacht dat van je, oké, Rusland is dit. En dan toch toen je er was, dacht je van, oké, dat is toch niet zo. Is er iets? Het was een soort van moderner of westerser dan ik verwachtte, denk ik wel, ja. Okay. Van heel veel pinautomaten en koffie met sushi. Ja, okay. Echt, eigenlijk iedere drie stappen was er sushi. Mm-hmm. elke kroeg had sushi. Ik denk van, dat is vast helemaal in. Maar... En wat denk je van die stereotype over wodka en dat soort dingen? Denk je dat het waar is? Ik denk dat wodka daar de meest gedronken drank is. En dat is daar mis mee. Wederom, wij drinken hier veel bier. In Frankrijk drinken ze veel wijn. Ja. Ik denk dat veel wodka wordt gedronken, maar ze drinken echt niet de hele dag alleen maar wodka. Alleen, wodka is denk ik wat normaler om te drinken, terwijl hier bier wat normaler is. Volgens mij werd bier pas in de jaren 90 of zo geïntroduceerd in Rusland. Heb ik wel eens gehoord, dacht ik. Ja, ik denk het wel. Nou, niet per se dat het heel veel gedronken wordt, maar het wordt er volgens mij ook heel vaak zelf gebrouwen, dacht ik. Dan is het denk ik normaler om dat te nemen dan dat je het zelf zou kopen. Ja. Dus ja, ik denk dat het wel waar is, ja. Nou, ik weet niet of het waar is. Ik bedoel, er zijn ook andere landen waar ze heel veel wodka drinken. De Finnen die kunnen er nog veel meer van, volgens mij. Maar het is wel zo dat Russen gewoon wel van hun alcohol houden. En een beetje patriotistisch zijn ze zeker. Dus wodka, dat gaat er zeker wel bij ze in.
Maar dat betekent niet dat ze allemaal stomdronken over de weg lopen. Precies. Er zullen er ongetwijfeld echt wel een paar zijn. Er worden niet voor niets filmpjes van gevonden, ook op internet. Ja. Maar dat geldt echt niet voor allemaal. Dat, nee, okay. Het is sowieso genuanceerder. Okay. Maar ik denk dat er ook wel een paar extremen echt bij zitten. Maar dat heb je ook in Nederland met zware alcoholisten. Ja. Dat is gewoon een... En er is ook nog zo'n stereotyp over dat de Russen heel weinig lachen. Denk je ook dat dat waar is? Nee, dat denk ik niet. Mag ik de microfoon vasthouden? Ja, wel voorzichtig schat, maar weer terug. Goed zo. Nee, als ik kijk naar vakanties en Russen die op vakantie zijn, dan kunnen ze wel degelijk lachen. Ja. Ja hoor. Ja. Dat heb ik niet eerder gehoord. Ik denk juist dat ze juist veel lachen. Kijk, als je, ja, nou, de meeste Russen die ik dan heb gezien, dat is op een feest. Nou, als je daar heel verdrietig gaat rondlopen op een feest, dan doe je zoiets fout. En als je alcohol in je systeem hebt zitten, ben je op het algemeen wel vrolijk. Maar ik denk dat ze wel een beetje koeltjes zijn naar heel veel mensen toe. Maar als je familie bent, of dat ze echt vrienden zijn, dat ze juist dan echt heel veel lachen. Ja, okay. Dus ik denk dat de stereotype niet klopt. Okay. Ja, ik geloof nooit zo heel erg verder in echt stereotypen. Nee. Dus ik denk wel dat het een serieus volk is, omdat er ook wel veel geschiedenis is. Maar ik kan me niet voorstellen dat er niet wordt gelachen. Ja, Russen gebruiken hun mond minder dan in andere talen. Er zit weinig expressie in de mond en het gezicht. En dat zie je denk ik ook terug in hoe ze lachen. Waarschijnlijk heel ingetogen en de mond relatief weinig te gebruiken. Dus het is niet zo, ze zijn niet zo expressief, het is niet zo zichtbaar. Wat ken je? De zogenaamde slavsquad. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Oh, ja. verder niet zoveel. Veel. Misschien baboeska's, zo heet dat toch? Zo'n pop die uit elkaar kan... Matroeska, dat bedoel ik. Sorry. Ja. Ja. Baboeska, dat betekent van oma. Oh, dat betekent... Oké. Ja. Ik heb ooit een jaar lang een aantal vakken Russisch gevolgd. Ja. Want ik heb er weinig aan. Ik weet er weinig meer van. Het is echt 8 jaar geleden. Kun je nog wel een paar woordjes? Hoe zeg je hallo bijvoorbeeld? Hoe zeg je hallo? Was dat privet of was het iets anders? Privet. Ja. En hoe gaat het? Weet je dat nog? Kakdala. Kakdala, ja. Oké. Weet je nog hoe je zegt mijn naam is? Nee. Oké, Menya Zavut. Menya Zavut, ja. Ja. Nou, dat was het dan weer. Ik vond de mening van de mensen interessant. Ik hoop dat jullie ze ook interessant vonden. Laat in de opmerkingen weten wat jullie van deze video vonden. En de links om lid te worden van Easy Dutch kun je dus in de beschrijving vinden. En de link naar de video van Easy Russian ook. Tot de volgende keer. Tot ziens.